Het is alweer tijd voor de grote optocht van de Steiner Buck in Stein, de editie 2024. Steiner Buck, Steiner Geitjes. En het symbool van de Steiner Buck is natuurlijk ook de bok en de geit. En voor dit jaar, dit seizoen mag ik zeggen, het seizoen 23-24, is het bokkenpaar G. en Anouk Hugel. G, vorig jaar uitgeropen carnavalsmondig. Ja. Wie is het bevallen tot nu toe? Ja, super, super geweldig. Vanaf de laatste dag, eigenlijk al maandagmiddag, gewoon natuurlijk de uitreuping. En maandag en dinsdag hebben we ons al volle gas gegeven. Door het jaar wordt het rustiger natuurlijk, maar nu is het hoogtepunt van de dag, van het jaar. Hè. Ja, en dan ook 11-11, ja, toen begon het seizoen weer. Toen mocht het pekje weer uit de kast komen. Hè. Dat wordt ook weer ja, het begin van een fijn seizoen, dacht ik, voor u. Ja, heerlijk. Ik ga het nooit kunnen voorstellen dat het zo geweldig zou zijn. Het is echt fantastisch. En inderdaad, het pekje uit de kast, 11-11 volle gas. Afgelopen vrijdag op de Prinsenreceptie al lekker veur geproefd. En vandaag het hoogste punt zie met iedereen des levens eigenlijk om ons wie. Geweldig. Ja, het seizoen van de Bok en Geit is een gans jaar. Het is van carnavalsmondag tot carnavalszondag in feite. Ja. Dit wordt eigenlijk, na het uitropen is een hoogtepunt, maar dan is dit de afsluiting van het jaar. Ja, eigenlijk wel joh. Het gaat heel snel allemaal. Hè. En ook de gouden koets, daar hebben we nog niet veel u ingezet. Dat is ook een ganse eer, hè? Dank ik zo vroeg. Ja, dat voelt heel speciaal. We hebben net al even mogen voorproeven wie we hier zijn gereden. En dat is echt een heel chic gevoel, moet ik zeggen. Ik ga het me niet zo kunnen voorstellen, maar het is echt Jelschwan. Ja. Dan gaan we het weerbeurtje zitten eigenlijk lekker door weg, hè? Ja, met een dekentje voor erin. Dekentje. Je hebt voor alles is goed geregeld, moet ik zeggen. Ja. Dat kun je goed doen. Goed lekker genieten vandaag van de optocht van de Lu langs de kant. Zwaaien en wuiven hebben jullie kunnen in dat treukel dicht. Ja. En morgen, dan wordt het een treuntje, want dan is het tijd voor af te trainen. Ja, dat is jammer. Ja. Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan. En deze hebben we in ons hart en de pakken schijnen maar af. Ja. Vandaag maar het volop genieten, hè? Ja. Voor ons straks in de optocht volgen de bokkengeit van dit jaar, Anouk en G. Hugel. Straks in de optocht dan zijn we de wagens langskomen en de prinsen dan bovenop. Ja, en dan kan ik daar niet naar boven rennen. Dus een goed moment om nu even een goede dag te zeggen tegen prinses Sandra en prins Rudy van Nieuwdorp. Rudy, ja, ik heb zo een hectisch seizoen al achter druk, hè, van 11-11 tot nu. Wie is het ik bevallen? Ja, perfect. Dat is schitterend. Dat is een droom met de uitkomst. Het is een rollercoaster, maar een geweldige rollercoaster. Het is alleen maar hoogtepunten. Ja, zeggen vandaag, oh, maar het is gewoon tot nu toe echt alleen maar chic. Echt waar. En een Rijmer Doetkumpzitter. Sandra, wordt het voor deze ook zo? Ik denk 20 jaar geleden nog niet. Ja. Maar ja, dit is echt een droom. Ja, echt. De grootste rennen. Ja. Vind ik wel een grote verrassing, want het is altijd de man van het geluid bij de evenementen, bij de Prinsenuitreupingen. Dus hij totaal nemers op dit gerekend hebben. Nee, dat was de bedoeling. Toen had ik echt mijn gedachte om tot de laatste seconde gewoon achter een mengpaneel te blijven staan. En dan een vuur te rennen. Nou, en dat is geluk. Ja. Dus ik heb het heel goed geheim kunnen houden. Ja. Chic, ja, en wie kijkt ze nu nou dan op toch goed? Ja, chic, geweldig natuurlijk. Net door de shutterie verrast geworden, dat ze zo'n stoes hebben opgehaald. Dus de optocht niet. Samen ook met de Steiner Buck bij de shutterie. Ja, het is gewoon chic, dat is vastgelopen samen. En dat is gewoon geweldig. Ja. Het is een geweldige binding tegenwoordig, een steen met de vastgelovensvereniging onder elkaar, Sandra. Ja, dat is echt super. Ja. Dat is onbeschrijfelijk. Goed gevoel. Ja. Jongens, hooglustigheid. Vorige week maakte ik het voordeel bij het jeugdprinske. Zeg jongens, hooglustigheid van Nieuwdorp. God, ik wens je een hele fijne optocht. Dankjewel. En met veel publiek langs de kant. En hopelijk blijft Pluvius even weg. Ja. Lot voor het hopen. Dankjewel. Zwanne vastgeloven. Dankjewel. Bieden op per bok Willem, het eerste seizoen voor Willem. Je zit er klaar voor, zo te zeggen. We hebben al even rondgelopen hier op het plein. Alles begint zich op te stellen. Ja, dat is natuurlijk voor mij ook de eerste keer als openbok. Maar ik heb gelukkig immer in het optochtcomité gezeten. Dus ik weet wel een beetje wie het allemaal reilt en zeilt. Dat zorgt ze juist, komen het wagens verkeerd om. Dat zullen ze even ter plaatse moeten oplossen. Maar we zijn er klaar voor, het prinsenpaar is er klaar voor. Ja. Het weer is goed, dus wat let ons. We gaan er een chique optocht van maken. Nou, dank ik ja. Ze hebben wel bekend vertrouwd hier in Steen. Ja, dat denk ik zeker. We gaan eens even naar de prinselijke hooglustigheden heer. Vorige week kwam we even bij de jeugdprins op bezoek. Dat komt dadelijk ook nog even bij. En zien adjudant Sam, die nu vandaag ook weer aanwezig is. Maar nu dan toch eens officieel. Vorige week was er een beetje incognito er tussendoor geduurd. Prins Danny, tot nu toe, wie is het echt bevallen, joh? Ja, echt geweldig. Nog zwaarder als ik gewoon mogen dromen, joh. Ja. Dat is echt genieten. Ja.
Even de droomkeer samen, hij is toch ook zo'n droom? Nou, nu blijven we de droom samen en ja, met Sam en Sam. Over een geweldige vastlopend al nu, tot nu toe. Maar ja, het gaat nog weer. Hè, voor gewoon gaas erop en genieten. Ja. Vorige week vroeg ik dan nog, hij is de Thijs Seelen gebeld. En hij zei, ik heb een dansje gedaan. Dat is vrij goed hoe het gekomen. Ik heb het redelijk doorgehouden. En vandaag dan? Ja, vandaag moeten Sam en Sam eigenlijk dat dansje doen. Ik heb gehoord dat ze dat al gedaan hebben. En tot toen in Insel de logo openging en de blauwe, ja, de wolken weg en de blauwe log te vuur zien komen. Dus ik heb er volle vertrouwen dat het goed ging komen. Ja. Nee, vorige week ja, een beetje leger, hè? Want ja, de jeugdprins moest natuurlijk boven de goed tronen. Vandaag is het hem gedraaid. Ik ga straks de gewattenwagen op. Alles even erin gestanken. Kijk wie dat aanvult. Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar... ja, vorige week al op de gouden koets gestangen en dat vulde al vertrouwd aan. Ik denk dat dit ook wel helemaal goed gaat komen. Ja. Ja. Nog even vervallen net voor de optocht. Dine Leefspreuk. Maar voor denig hebben we het vanaf een start gewoon. Ja, jong, oud, groot of klein, was de lovend vier voor samen in steen. Ja. Dat is gewoon verdoen. En dan ga ik toch nog heel even naar de jeugdprins, prins Sam, even voor de camera door. Sam, vorige week was er ook biedig hier, net voor de aanvang. En ja, de volgde voor alles aandacht, hè, met stokgoed gooien. Wie heb ze dan toch vorige week gevonden? Ja, ik vond het wel heel leuk dat ik voor al die mensen slok mocht uitgooien en op de wagen mocht staan. Ja. Ook een heel mooi uitzicht, hè. Ze boven alle mensen uitroont en dan zwaaien naar iedereen. Ja, ik vond het wel heel mooi dat ik zo dat uitzicht moest hebben en ja, dat ik naar hun allemaal koest kijken en zo. En daar heb je het tweede deel. Dan mogen ze twee keer met in een optocht gaan. Vandaag gewoon weer een keer. Dus vorige week die de glorie toch. En nu nog een keer in de kleine. Ja, ik denk wel dat ik minder slok moet gooien. Maar alsnog, slok is slok. Dus ja. Hij is vorige week alles goed gegooid. Ja, alles. Hij heeft veel bier, hè? Ja. Chic. Nou, ik wens je ook een hele fijne optocht. Ja, dan gewoon vanochtend heel even naar de andere kant, cameraman. Want daar hebben we, wie van alle eerbied zeggen, de Emenaars Griezen van de Steenderbuk. Ja, het is uiteindelijk een erenaam geworden, als we zeggen. De Emenaars Griezen van de Steenderbuk. Ja. Dan hebben we de Vertijde Duken. Ja, dat kent, ja, dat klopt. Tee, mogen voor dich hartelijk feliciteren, want je hebt steeds weer een hoge onderscheiding gekregen van het SLV. Dank je wel. En de eredienst, de orde van de verdiensten, zo moet ik het zeggen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat betekent toch gaat, hè? Lekt u eens even uit wat dat eigenlijk inhoudt? Oh, dat kan ik niet doen, leggen. Nee, ga er niet. Dus hebben ze een prijs gekregen in de wedstrijd of voor? Ja, ik weet wel hoeveel, maar dat kan ze niet doen leggen aan de lucht. Dat gaat gewoon niet. Nee. Als er van 71 in het leven zit, dat... Ja, ja, goed, ik woon vanaf 77 in Steen. Ja. Ik ken de Steen op weg niet, zonder tijd Ukers. Ja, ja, dat dacht ik. Ja. Maar ja, carnaval is eerder ook anders. Het is nooit hetzelfde. Ja. Dus, en dat is ook het leuke ervan. Ja. De heer heeft zich lekker bezig, de liefste bij de groep steunen. Hè? En nu zorgt ze altijd voor de prinsen. Ja, dat heb ik nu dus ook afgegeven. Heb ze afgegeven? Ja, dat heb ik ook lang genoeg gedaan. Ja, joh, maar ik bedoel, je hebt in al die jaren toch hele goede prinsen en ook hele mooie prinsessen uitgezocht. Ja, dat moest wel kijken. Ja, kijk, dat dank ik. Dat ligt erop. Ja. Willem, ga je nu naar de prinsencommissie? Ik ga nu het werk eigenlijk van tegen het overnemen. En, het is ja, leuk werk, maar het is natuurlijk ook werk waar ze ja, toch wel moest nadenken. Ja, wat ga ze doen? Op wat voor meneer? Maar zal zich toch af en toe wel gaat in het uurtje fluisteren. Hangt allemaal van nood. Nu, je ziet het hier met de voorbereidingen van de optocht in Steen. Met de prinsen wat aanwezig zijn, de bokkengeit wat aanwezig is. Het publiek zit er langs de kant voor kinderen gewoon beginnen aan een schone optocht hier in Steen. Zo, nadat we de hoogwistigheden allemaal gesproken hebben, kunnen we natuurlijk beginnen aan de optocht. En in Steen geen optocht zonder ons Chattery Sint-Josef te bieden. Ze zijn vanmorgen al onderweg geweest. Ze hebben de prins van Nieuwdorp toes afgehaald, naar het plein gebracht. Daarna ook de prins van Steenerbeek toes afgehaald. En nu zijn ze de gangmakers hier in de optocht 2024. En gisteren zagen we ze meer zogen langskomen, voor nog even met ze gekald. Ed en Nicole Gravé uit Bergen de Maas. Altijd te zonnig door de optocht heer, zonder nummer, want dat boeit neer. Ze zijn er altijd bij voor de gezelligheid. En dan de twee meisjes
De mutsje, de mutsen, zo gezegd, de mutsen goed uit de verf gekomen. Ze hebben alle printjes van de kleuren wat je kunt bestellen, hebben ze een zwanenjurk van gemaakt. Ze hebben hun optocht gisteren meers overleefd en zijn vandaag ook weer erbij in Steen. CV, het heeft geen naam. Maar dat maakt niks uit, ze trekken lekker gezellig met onder het thema Peaky Blinders. En de volgende groep wat we kregen, dat is Jürgen Jullenko. En die zorgen voor een schone, zuivere vastelaar. Want ze hebben de plumeau bij zich. Alle stop kunnen ze hier dus afhangen. De beste met de wie. En een regimentengroep, een nieuwe groep hier in de optocht. Met het thema ridders en jonkvrouwen. We hebben het thema ach, wat is het leven schoen, hè, dat van Frans Steuners. En dan meteen ook een beetje van de huifkaf, wat zie je dan noodzakelijk brengen in de optocht. Ja, hier toevallig weer. De ridders en de jonkvrouwen. Geen ridder is een peerde afgevallen. Ja, dat vinden we af in de rolstoel. Natuurlijk een paar uurtjes naar de zoekkoelheid. Met kronige koeren kerkro, dat zie ik toch zo gij. Ook wil ik dat je zeker op een zonnig namen streek. De heksie moet een ook eens gewoon en gaan verstellen mee. Ik hier moet het mee gaan shorten. Aan die, want hij kon niet te kloppen. En Peter Evers is er natuurlijk ook maar bij. Ja, kunt u even de bestellingen doen voor het camerateam? Ja? Dan wil je alles mee pakken, Tom. Ik ga om die handen op te vandaag verzorgen. Ja, dat best niet goed. Hè. Ja, dat proberen we. Ja, dat lukt zich wel in één hoed. Ik loop hier vandaag eigenlijk in één hoed. Ja. Het is stikdruk, dus ik blijf kapot vandaag. Oké, Amuseerlijk. En tussen zijn we natuurlijk ook de Besje langstrekken, de Besje van Steen. Onze folkloristische groep, die toch bij alle evenementen in Steen aanwezig zijn. En hier komt de Zaterdag de Doof Neurt weer aanlopen. Ja, die hebben we vorige week ook al leuk met gemaakt in de Kingeroptocht. Met het eigen camerateam erbij, met de reporters. Ik ga eens even kijken of die al gaat bijgeleerd zijn in de tussentijd. Vorige week ook al even bij hem. Eens even kijken. We komen ons even bij de collega omroep. Vorige week trof ons al bij de Kingeroptocht. Heb ik er veel bij geleerd deze week? Ja, dat interviewen ja lastig is. Ja, dat had je net verwacht. Ik ken je aangesloten, ik ben steenlokaal, ik word voor midden fles. Dat is jammer, wat zal je doen? Ik heb jij dan een cursus met de Doof Neurt volgen? Want we zullen nog leren. Ja, op de tambourijn houden, dat zou je nog kennen. Ja, dat is leuk. Ja, doe maar. Ja, dat is gek. Ja. Amuseerlijk weer, hè? Ja. Camerateam van de Doof Neurt, zelf bezig. En inderdaad, een echte camera hebben ze in de hoes zitten. Leuk is dan de groepen weer een week later tegenkomst. En dat ze dat thema hebben opgepakt en mogen als camerateam rond te lopen met een microfoon van Steen Lokaal de Bier. Microfoon van Steen Lokaal de Bier. CV is groot, die gewoon hier rechtdoor.
moeten een stuk kunnen afschrijven. Deze wagen is zo lang geboet dat dat niet gaat drukken. Dus die gaan nu even de vinkstuk afschrijven. Peter de Keuning, Peter. Nee, de gauw jongen, de beste slangsveur dat we in de gaten hebben. De kind zit niet laat en de dokter lopen. Dat werkt niet meer, Peter. Moet niet. Ja. Ik heb al niet veel stem. Ja, maar niet zo goed. Vanaf de lopen geen op zonder stem. Ja, dat vind ik ook. Maar met of zonder vrouw. Ja, we zeggen met of zonder vrouw, maar dat moest erbij zijn. Moet erbij zijn. Ik kan niet schieten meer door. Ja, daarom veel water op het wachten. Het is alleen een wagen. Daar houdt de bocht in. Dat moet goed. Ik denk, als Peter niet kunt, dan shoppen voor mij. Ja, wat vind ik al dat? Ja, dat is goed. Van gedaan. Dat is goed even nagedacht. Dank u, Peter. Amuseer. En die ingeraap, die gaan de blumpjes boete zetten. Ze geven het kleur in deze donkere tijden. En ook onder de donkere wolken, wat voor nu een beeld op de achtergrond gekregen. Ja, dan begint ze toch weer te verlangen naar het vuur, joh. En ze zullen even langskomen. Weer fijn in het groen, geel bloempjes, wat we binnenkort wel mogen verwachten. Zie je, dan zit ze weer het kipje boven de grond uitsteken. Dan gaan we weer de goede kant op. Maar ja, even vast erover vieren. Ja, dan moet even uitgelachen weer. We gaan cabine in de grote vrachtwagen langs. En dan die twee dames achter. Nou, dat zijn truckersvrouwen. Die brengen een ode aan de truck. Ik weet niet of ze zelf een kwart revuus hebben. Maar daar hoeven we dan maar even vanuit aan. En wie verkennen ze in? Het Bertje Zagerveur al 40 jaar lang de Peerlingband hier in Steen. Dat is toch geweldig, hè? Lekkere amazuur werden we hier vandaag. Schütz en Diesel, dat was uit de kast gehaald. Nou, ook een liedje van ja, dik 40 jaar geleden dus. Dat past wel in het thema dan. En dan de Steenderkruk, carnavalsvereniging nou, VV, vastgelovensvereniging moet je dan zeggen, hè? De Steenderkruk. De jongens die zich jaren geleden, ik kan me al niet meer herinneren van meneer, bijeengepakt hebben. Een beetje, ja, anarchistisch wil ik het niet zeggen, maar wel een beetje tegen de gebruikelijke regels en de gevestigde orde. Altijd een beetje apart in hun verslaggeving en op de recepties. Even een vruisje en een van de kruk. Ik vond u net af, hoe lang bestaat de Steenderkruk al? 11 jaar. Oh, 11 jaar? Ja, ja. Dat is nog veel langer worden. Nee, we bestaan 11 jaar. Is, dit jaar is het 11 jaar. En we gaan nog steeds even goed. Dat is best zoos. Ja, dat gaat door. En hoe is het jubileumreceptie? Dit is, ja, jubileum. Ja, wanneer dat is? Wanneer dat is, ja. 11-11, volgend jaar. Nu ter plekke verzonnen, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja. Goed, dat is het tweede van de Steenderkruk. Ongeorganiseerd, lekker gezellig, hè? Precies zo. Ja, we worden niet even opgeladen, maar ik denk, je kunt weer even de cameraman vasthouden. Oh shit, dat is 380, dat is geen 22 meer. Een dame die de publieksjury voorbeeld. Die even kunt kijken op het publiek wat er enthousiast mee deed. Wie is er met het publiek langs de kant? Nou, kleurrijk zo hier en daar. De mossen, af en toe hebben ze geen aanmoediging nodig. Ja, echt. Maar ik moet zeggen, ze pakken zich goed bij een. Okay. En dan mag ik eindelijk die 11 hebben. Die 11. Ja. Eindelijk. Mijn hart zunk. Prima. Ja. Goed, succes weer. Komt de rest nog een fijn publiek her. Ik hoop het ook. Kom vast goed. Alaa. Duo M&M, Maurice en Martijn, die hebben een sterke band en die komen de wegen afzetten.
En wie zijn fietsenvoorzetters hebt, heb je ook fietsenafzetters. Maar ze leggen toch de nadruk even op vieze afzetters. Ze zijn ze smerige schat. Die wil ze toesnede voor een dorpel krijgen. Kijk, dat is humor, hè? Dat mogen we hebben in de vastelavond. Mooie kloaterieën. En de carnavalsgroep nu langs geumtheden van alles gaat. En we hebben allemaal wel een stiftje plekstel toe. Ze hebben een bekend merk. Nou, die maken ze een paradie op met praat. Blief alles plekken. En blief Peter plekken. Allemaal is stiftje verkleed. Ja, en ik heb een familie die al jaren met trekken in de optocht. Van de Brok, wie ze zich noemen. Sjaak voorop en de twee zussen. Weer bijeen. Ja, ik moet er toch elk jaar even naartoe, want dit is een uniek duo. Willemien, ja, de loopt toch gewoon in dit zonder rug. Nee, je is zwanger. Het is dit zwemmen die zwanger is. Ja, ik heb een vrouw wel eens een paar maanden gevraagd. Wie denkt dat je gewoon bent? Om misschien al 70 kinderen in mijn leven. Ja, ja. Ik los met mijn kindjes al van de kinderoptocht. Twee optochten per jaar. En nu had ik dan. Ja. Dames en heren, ja. Willemien en Ellie, geweldig. Ze zijn er elk jaar bij. Vroeger met het grote schroetenbelet was die ook leidster van woord. En dat vastelovens bloot, dat begint altijd te kriebelen. Dus ze zijn er elk jaar voor dansen bij. En ze hebben de paraplu alvast maar metgebracht. Door wat geel en groene. Want ze zijn de bier al hangen. Ja goed, ze zijn beschermd voor Essen Kump, maar voor Johnny nog een onderweg. CV Kumpkoot is dit. Ja, en dan hier even toch navragen, want er wordt gekald over een vossenjacht en de prins. Dat wil ik toch wel even weten. Ja, we worden wel eens zelf toe geconfronteerd met opmerkingen voor op vossenjacht met de prins. Maar ik snap het niet, dan veel kieker zo niet. Lekker eens even goed. Ik ben dus op een vossenjacht. Daar ben ik wond genoeg voor, daarom ben ik zo gespeerd geworden. En dan de kaas voor om te vangen, snap je? Heb ik het op de adjudant, eigenlijk op de prins. Oké, okay. Dan heb ik de mensen even goed gelacht. Goed zo, merci. En vastelovensvereniging de Lamtek. Die hebben een paradie gemaakt op het sleten van de Lender, de supermarkt in Steenhoort. Nou, niet Steenhoort, aan de bovenkant van Steen, zullen we het zeggen. Hey jongens, leuke dag toch? Geen niet sneden, maar hoe raak ik met een kut mis. Ik zie helemaal niks. En de Joneer Uitsteen op Oostkentse Boeien, ja, met de Lego. Goed gebracht. Chris tegenwoordig geen naamnummer meer gevonden. Ja, maar een flinke Lego blok kan zeker nog wel een nieuwsje boeien. Een tijdje terug is er net in het archeologisch museum gebeurd. Er is een vaas gebroken. En ja, er is een modder voor gekomen. Er gaat ruzie over ontstaan en daar hebben ze deze wagen opgemaakt of een kerken mot in het museum. En ze beelden zich ten hoede als motten. Met een stuk gebroken vaas, wat ik je net vertel. Je maakt al die ruzie daarover. Is hij dat geweest die vaas gebroken is? Ja, dat is een van 200 voor Christus. Ja. Johan Klabam, de achterlijke. Altijd ruzie daar. Ja, ik kan me dat voorstellen. Zo'n duur vaas, ja joh. Beetje boos. Ja. Maar ja, dan lopen er met liemputjes in de optocht. Als ze zich daarbij aansluiten, kunnen ze misschien wel plekken aan. Ja, ze zijn altijd ludiek, hè, de twee zusjes. Ze willen geen koninginnen, ze willen geen prinsessen. Maar dit jaar, ja. En met dit. Gevraagd is Lemkes koningin. Snap ze dat nou? Ik snap het niet. Maar goed, er is een wachtlijst van 25 dames op dit moment. Ik snap het wel weer,
zes memkes kunnen in met. Dus. Ja. Oh, 60 BH's paren en dan kent ze mee doen. Ja, dat kennen niet aan je. Oh nog, ja, ja. Ze moeten wel in. Hé, mooie stukken ertussen. Hè. Ja, memkes kunnen in en dat zijn ze geworden van dit jaar. Vroeger in de optocht is er heel veel koffiewagens. Nou goed, we hebben de Schijn niet meer zoveel koffies, dus ook niet veel koffiewagens meer. Maar je komt er wel bij een langs van de poort, de Prinsenhof is dat dit jaar. En ze noemen zich meteen daar dan die ganse club nu met de CV Het Vijken. En voor de Neet Schijn de Neer, voor de Neet Limburg is een Vijken, dat is een klein peurtje. Het is een klappeurtje. Normaal ben ik dikker op stap met een cameraman, maar dat werd ook bij die club, dus dat heb ik lekker achter de wagen met bij de poort. Er brandt nog een lichtje, op weg nog niet in bed. Ik leid ik nog weer, maar toch niet ik staan. En dat is dan de prins van de poort. Matje en Wendy. Geen officiële, dat is gewoon café prins. En de mooie wagen van de carnavalsgroep Neert Toes. Ze bestond 5 jaar. En we hebben een hele mooie vogel op de wagen staan. En ze verbeelden ook vogelsverschrikkers. Maar ze zeggen zelf het einde bij. Ze zijn vogelverschrikkers. We laten geen schrikken. Want we zijn gewoon echt vreemd. Ja, en ik kreeg van welke Schwans in beeld. Mieke en Rob Blom. Met tradities vanuit Limburg. Ze hebben van alles getrop staan. Mieke en Rob. Ja, prachtig staat er weer op. Met ja, bijna alle tradities van Limburg. Ja, alle tradities. Dat moeten we gewoon blijven behouden. Je auto of gezien, maar altijd moet dat blijven behouden worden. Die moesten gewoon in ere houden. Ja. Zowel van de chatterie, de fanfare. Steinderbuk, Overlaas, Sinterklaas, alles zit erin verwerkt. Dus tradities die moeten blijven bestaan, het moet verdoorgeven van de kinderen. Ja, dat is prima, Mieke. Ik zou zeggen, God, dit jaar met een burger zitten bij de chatterie, wil je misschien nog schutten kunnen? Wel weet, dat wordt een neerslag. Ja. Huh? Nee, een heel goed idee. Ja, dat is het kostuum laten. Kleine vogelen willen afgeschoten. Ja, ja, het begin is daar. Dan zitten gewoon dan ons af dit jaar. Ja, goed zo. Zullen we hier allemaal mee zitten, tot ze hem af hebt? Ja, dat gaan we doen. Ja, mooi. Elk jaar weer erbij. Dat zijn de krenten in de papa. Piet, wat is gebeurd? Wat is er gebeurd? Heb ze ergens achter de rug zenig? Ja, daar heb ze ergens achter de rug lopen. Oh, de schwanmoeder loopt achter hem. Ja, de schwanmoeder loopt achter hem. Ja, die deed wat er best, maar ja, die wist je dat geet. Maar daar is het geweest. Het geet er een stuk beter. Film ik eigenlijk een stuk beter. Ja, zeker nu. Toch alle respect voor de schwanmoeder. Ze doet hij toch wel een optocht hier. Hè? Ja, zijn schwanmoeder gunt zich eigenlijk wel. Nee, dat is waar. Maar ben je ook tevreden met de schwanzoon? Ja, nu niet meer zo, maar echt wel. Ja. Jongens, fijne vaste avond.
En de badse knallers, die gaan terug naar de 70er jaren, wie de discoballen nog overal in de discotheken hing. Ik heb me nog zelf grote herinneren, jarenlang in de plaat in mijn beek gedraaid. Het hing dat ding ook op. En dat is dan tijd voor de schroevenleren en dan wordt alleen de tangobal aan. De discobal in dit geval. Dus toch had hij weer een hand naar die 70er jaren. Hè. We gaan voor de feestjes zijn. En hoe jong die jong is, maar als ze later in de avond een dish hockey wil muziek opzetten op die 70er jaren van Tuff Harris en de Bee Gees en zo, ja, dan gaan ze wel allemaal uit de taak. Vaste waarde in de Noordtok in Steen is natuurlijk de vastlandstraining Huyck de Boos. Alle heerlijke bijeen voor een abdij in Steen. Ja, dan moeten we als jongens een abdij gaan doen. Hè. Dus even weer wie met die heiligen is. Ja, dat is ook een heilige tegenwoordig. Zeg, het zal stil zijn in de hemel vandaag, hè? Oei, hartstikke stil. Allemaal die heiligen niet in steken. Ja, we hebben die zijn heilige maar metgenomen, hè? Als een Chinese heilige. Ja. Okay. Het is moos, hè? Oh, die meneer. Ja. Oké, nu snap ik hem nog. Het lichaam van het is moos. Dan zullen we ons daar dadelijk even doen, eigenlijk. Dat is goed. Hey, dank. Veel plezier. Dat is het Hutje Moors inderdaad, een vaste traditie, ook hier in het Steense. Leuke groep. Eddie heeft het zwaar. Eddie, wat is gebeurd, jong? Wat is gebeurd met tennis? Ja, ik ben naar de dokter geweest en de dokter zei gelukkig in de tennisarm. Maar ik zeg nu, hij zei, ik heb zwaar gedaan, dus ik heb tennisballen. Wat verdomme, dat is nog veel erger. Lastig lopen dan, hè? Lopen dan! Ja. Ja, duo onderhoofd wat hier aankomt. Ja, die... Die kieken tegen een op. Ja, die zijn dan hier zelf niet veel van het publiek langs te gaan, dus zich zo moest concentreren. Dat is even waar wat die te vertellen hebben. Ah, jongens. Dat is echt geweldig, jongen. Wat een adoratie hier onder elkaar, zeg. Ja, dan kijk ze er even tegenop, denk eens wat. Dat is geweldig, jongen. Ik zie niet, ik heb schwans bloeien. Ja, maar jongen, ik zie wel meer bloeien op mijn boek. Dat is geweldig, jongen. Dat kan ze alleen op mijn druk. Geweldig. En zo moeten ze de ganzen over de opdracht doorgaan, die patjes zitten in elkaar vast. Ja, en hier komen een hele aparte groep. De Brookruckers, die komen uit het Brook en het Johan Lisette. En het heet gewoon Johan Lisette, nu de prins en prinses van de senioren. Maar in hun, moet ik even terugtellen, 50-jarige carrière hebben die heel veel liedjes gemaakt. Met hele aparte teksten. En deze groep, die geeft me door de optocht met al die liedjes wat Johan Lisette hebben gemaakt in die jaren. Dat was een sterke taak. Het verke moet naar de berg. Morgen kent het niet meer. Naaien langs de Maas, dat kennen we ook, een van die pareltjes. En ik heb jeugd aan mijn plug, ook een grote hit van hun. We gaan van Jacqueline vragen. Jacqueline, ik wil niet eens zingen. Ik ken ze netjes toch allemaal? Ik ken ze allemaal, maar ik ben een beetje heis. Oh, ik ken niet zingen. Dat is een goede rij. Ik heb een goede rij, joh. Maar ik ken ze allemaal, joh. Dus, Hou het in stand. Mooie eerbetoon. Ja. Dankjewel. Oh, ja. Met de camper die we hier met jongens uit ook hebben. Was de Gerbert af en toe naar het Zielertaal gewoon.
Ja, mooi. Dit is kwatsje, is humor. En dat zijn de liedjes van Johan Lizette ook. Stop! Ja. Prinsen weer. Is dat een soort van de prinsen? Ja, maar dat is oud soort. Nee, dat is goed zo, dat er vannacht getrokken zat. Nou, dat delen we weer, hoor. Ik ben nog gaat die ook van de seniorenprins? Ja, dan mag je niet al opzeggen natuurlijk. Zoals het werk heb ik aan de deur. Ja, ook een tekst van Joel Z achter ophangen. Ja, het wordt allemaal mooi uitgebeeld. Ja. Dat is eigenlijk wel de top 1. De top 1 en Muske op en Muske toe. Ja, ja. Dan zijn ze groot met geworden en naaien langs de mazen. Ja. Dat kent ze klassiekers ook wel. Ik ken ze. Schreef aan bij die groepen zingen, hallo dan. Ja, dat klopt maar door. Ja, de prins blijft achter nu weer. Want dan gaan we ook zo langzaam ook opmaken voor de seniorenprins. Met die welbekende Jo en Lisette bovenop. Als je Facebook hebt, nou, dan komen, of er komen moet ik zeggen, hè, voor de carnaval, bij allerhande filmpjes langs. Allemaal humor, echt kloterieën, zoals wie vast erover bedoeld is. En daar zijn die twee uitstekend in. Ik denk dat dat ook wel een keuze is geweest om hun te vragen om als prins en prinses bij de senioren voor te gaan. Een leven in de broerie gebracht ook. Lisette, mijn even de klein King of the Bee. Ja. En hier komen dan de senioren met de gouden koets. En daarin natuurlijk G en Anouk, die voor de straks al even geïnterviewd hebben voor de Vrienden Optocht begonnen. Met vuur op de Aalmoezenier, onze eigen persoon, Zwillens. Met allemaal de vrienden eromheen. Senioren, vuur op de wagen. Sorry, excuseer. Dat zijn oud-prinsen. Oeh, de verandering ben ik weer. De oud-prinsen komen hier natuurlijk aan. Met inderdaad Anouk en G. Even vragen. En jongens, wie is het tot nu toe? Geweldig. Echt niet te geloven. Dit is fantastisch. Geniet ervan. De oud-prinsen, ja. De presentator kan zich wel eens flink van grabbelen. Hè. We zijn net met die senioren aan de gang. Maar dit is het SOP, Société Oud-Prinsenplein. En ze zorgen elk jaar voor de bok en geit. En ook die trekken we met. Nog het kerst van de geit heb ik. Heb ze geitenkerst bezig? Ja, je moet nu presenteren, dan kan ik pijn met de moelen heen. Nog geitenkerst, ja. En hier is de kameraden weer bij een. Maar het geeft uit en sparen die natuurlijk op G, hè, de voornaam van de bok van dit jaar. En dan zien ze weer heel mooi genoeg gelost. En slim, ze gaan dit jaar niet lopen, ze lopen op de roeien. Ja, meneer. Ik neem op je mee de koffie. Normaal zat je nog wel eens op het terras bij mij. Maar nu niet, maar je moet schoon, maar ik ben in de hurry. Ja. Ik kom er gauw voor aan, dank Jeroen. En ook deze dames die zijn de buur langen. Die hebben de witte wolken boven zich. Nou, hoe het zo'n wolken valt, meestal geen regen. Dat geeft wel met vallen. Sandra! Sandra! Sandra, het zijn lichte buikjes, of nee, lichte wolken, er valt niks zoet. Nee, er valt niks zoet, nee. Nee, gelukkig nog niet. Ik hoop ook dat er niks zoet heeft vallen. Daar zorg ik toch voor. Nou, daar gaan we wel voor zorgen, okay. Ja. Mooi, de
boerblumkes die er toch weer bij zijn. De damesgroep. Ooit sinds die met 11 dames hofdame geweest bij Prince Lior. 2015 is een grote renner. Dat wordt eigenlijk een topvastelovend toen. De dames in volle nades, hofdames. En nu is het regen, meisjes. En ik heb een parate scheepbaan gereden, of gedreven zullen we niet zeggen, het is weg hier. Van CV jong geleerd, is oud gedaan. En ze gaan dus als piraten met in de optocht. Komt CV de dikke zoekkap uit Wermend. We hebben gisteren al eens proef gelopen in Meers. En ze noemen het een rock'n'roll ook in Steinby. Ja, het is een geweldige slager, maar weinig rock'n'roll. Maar dat maakt niet zo. Het geeft hem de gezelligheid. Dat kunnen we wel waarderen. Een soortje ongeregeld. Ja, die zijn eigenlijk ongeregeld. Die zijn de week een beetje kwijt geweest. We zouden eigenlijk al een kwartier geleden langs moeten zijn gekomen. Maar ja. Ze komen de eerste dag niet meer boven water, dus misschien gisteren in de Meers gaat veel shy opgelopen. Dat trokken ze ook met. En nu het laat ingestapt in de optocht. Maar dat maakt allemaal niks uit. Ze zijn de bie en dan gaat het om. Een zeemerminnetje, Neptunus. De zoomtrekkers hebben de totempool op de wagen staan. En ze gaan dit jaar als inboorlingen met. Mooi pakjes, mooi geschmink. Pas Promotion, die zijn die Alice in Wonderland dit jaar. Ook een van de grotere groepen uit het Steense. Elk jaar wel met een geweldige wagen, maar ook heel goed voetvolk altijd te bieden. Prachtige kostuums, chapeau. En ook hier kunnen we zeggen, jong geleerd is uitgedaan, veel jeugd erbij. Waarom de overscherming op? En helemaal goed ook, want ja, ik heb toch allemaal met lawaai van zijn wagen af. Thank you.
zich al mislukt, dan krijgt zijn poes geen vast meer op de sterk. Het is aan een mini-borgenwerk. Eva komt pa voor hem stoem en Adam dacht, ja zeg wat nodig voor nu meer. Hij vulde het direct, nee dit is niks voor deze jong. En het drijfboek uit de Bijbel klopte neer. Het gans vooral dat zal eens bedorven zijn. Want die peer zou het kinderloos gestorven zijn. Als Adam die wel geweest, dan had hij hier nog niet gezegd. En met deze wagen gaan we even een groep uit Beek, CV Knotschek. En gaat dan nog vanavond nog met een leegstjes op, toch in Beek. Duizend en een nog beelden zie je goed. Met Allenden en zijn wonderlampen. Want hij heeft er meer op Toffelstoom. En buren van Prins Rudy van Nieuwdorp. De Rudy is wel bezig met geluid en leeg. En daar kregen ze allemaal energie van. En nu straks ook al hebben die mannen met zonnecollectoren langskomen wie ze weer onder spanning zaten. Ook dat wordt weer op Rudy gericht. En met de Prins van Nieuwdorp in het midden. Zetten ze de blunkjes boeten. Ook hier weer een hele mooie wagen. En ik is er zin op het veurjaar. Ja, de zonnebloemen zitten vooral wel wie in de zomer. Die vliegen de goede kant op. Voorzichtig zonnetje. En met het zonnetje gewoon de pleukjes pleuien. Weer zo'n CV de vliegenvlutters. En brengen de bloemenzee door de Ja, en dan zou het zeer illegaal met lopen, hebben we vooral dikker zeggen. Met zijn 364 dagen vastgelopen. We hebben dit jaar wel 1 dag extra, hè? Dat is jouw gun, dat is jouw verdeling, dat is jouw verdeling. Dus dat betekent dat ik een extra dag heb om alle meisjes van de Schummel af te helpen. Oké. Okay. Ralf op het broek of wel OTB. Elk jaar wel weer op de een of andere manier en dan ook toch aanwezig.
De high tea dames. Die hebben de thee op een hoger niveau gebracht. Te veel ging het wakker aan. Mooi uitgebeeld, mooi pakjes gemaakt. Complimenten, meisjes. Ik zie voor heel veel bewegingen in de optocht. ADC Angelia's Dance Center. Die zetten ons steen ook weer op de kop met hun drillmeester achterop. En dat is dan Rudy. Want Rudy zorgt ook weer voor de muziek als die in oefenen zijn. Vooral die danspestjes onder de knie te krijgen. Even de drillmeester, de drillborgers op. Mooi uitgebeeld. Dank je, dank je, dank je. Onze solo-deelnemster, Mirjam. En niks met weten te maken, stuur toeval. Maar ze werd wel bij de groep van Nieuwdorp. Van die kunnen we dan langs zijn. Prins Rudy, de eerste. Met die prinses Sandra, boven op de wagen. En we moeten het zien nog bukken. Was die Waaier Royale ooit hier? Ja, dat is Nieuwdorp al toevertrouwd. En hier komen de klotskeb aan. Ik weet niet of die ook extra energie hebben gekregen door Rudy, want die geven van flink gas wat volume betreft. Ben ik als presentator toch niet echt een dag aan op te lopen, met alle respect. En of ze de machine toegewerkt hebben, nou, het zullen we wel meteen met het geluid. Misschien wel even een momentje geweest. Mooie groep altijd. Ook weer een van die grote namen uit de Steense vastelovend weer. De Klotskep. De laatste keer dat ze hier meetrekken in de optocht. De heren Timmermans, oud-prinsen van de Steenerbeek allebei. Maar ze vingen altijd geweldig met de verslaven. Dus dames door de optocht te trekken. Ze zijn al luf geweest. Ze zijn eigenlijk alle zanggroepen wel geweest in de loop van de jaren. Ah, dit is dan de laatste keer dat ze mee trekken. Ja, de laatste keer als dames dan. Ik denk dat ze volgend jaar wel weer een nieuwe creatie hebben. En het is een parodie op het filmserie van de gemaskerde zanger of zo. Ja, kijk dan niet, heer. Ik moet het even zoeken, mijn geheugen opholen. De Mask Singer, dat is het, ja. Beeld hier de Vos doet. Voor wij is het de Vos en dan, ja, dan maar rooien wij erachter en verscholen zitten. Het gaat met me eerst, ook altijd present, ook al. Nou ja, moet ik gewoon chatten. Meer dan 27 jaar, dat deze groep bestaat. Misschien al 30 jaar. Met al die prachtige wagens in de optocht. En ook altijd grote groepen erbij. Want, dat hebben we gisteren Meers ook al even vermeld. Een generatiewisseling is geweest. Die wat toen dat hier de klein kinger met gingen. Die lopen nu alweer als zelf de grote. En met een eigen kinger in deze groep met. En ze zijn nog familie van de Prinsen Meers. En dat is dan voor hun de Prinsenfamilie.
meneer Kumper. Ik ga even naar hem toe. Even naar Roger. Ja, wat een verschil, hè? Wat een verschil, ja. Tussen gisteren en vandaag. Ja, maar ja, nu stond ik in het carnavalsfeksten en gisteren in Prinsenborg, hè. Ja. Maar wel gisteren niet alles gewoon in opdoog. Ja, ja, moet ik toch even vragen, zijn lokaal heeft het al heel snel op de site gezet, hè. De mensen hebben Michel gezien op de opdoog. Wie hebben ze ervan genoten? Ja, ik heb het... Nee, ik bedoel van de opdoog. Wie, de opdoog zelf? Ja, de opdoog is wel geweldig. Ja. Wel echt heel ziek, zeg maar. Het trok alleen een lang af en toe. Ja. Maar ja, daar hebben we wel langer ervan kunnen van genieten. Ja, ja, dat is meer zeker, hè? Ja, daarom. Maar ja, dan maakt het ziek wel ervan, dus... Ja, ja. Oké, okay, amuseer de weer. Dank je okay. Ja, dat is dus de prins van Meers. En dat heeft vandaag gewoon weer met in een optocht in Steen. En hier nog een ouderwetse fotograaf met die camerakast. Dan ziet er eigenlijk nog ouderwets af. En de suppen en die hebben Super Mario bezig. Mario en Luigi van, ja, wat is dat? Dat is een computerspelletje dan. De soppen en traditioneel uiteraard ook de soppen boven op de wagen. Ik heb CV Kum Goot. Ook die hebben het thema van de steampunkers weer opgepakt. Dat is toch een thema wat we al een paar jaar in de optochten in gans Limburg tegenkomen. Maar ja, het zijn chique pakjes, ze beelden het allemaal schwanhoed. Van het leven een fiest maken, dat is wat ze doen. We brengen leven in de brouwerij. Dus we hebben een lange wagen, maar nog een extra schreneerpunt, dus dat kan wel door de bochten heer. Ik heb dat in het begin van de dag toch gezien. Dat ene wagen die bocht niet kon holen en even een stukje afgesnooien. Ja, dus als die taal technisch leuk hoe ze gaat uitbeelden en verlaten geen onschuldige burgers vallen. Wat ga je hier dan over hamburgers? Ik heb CV altijd spas. En ze kijken wat ze in de keukenkast hebben, want dat hebben ze dan uitgebeeld. We komen uit de keukenkast. En dat hebben we gisteren meer gezien. Achter op de rug hebben ze dan allerhande uitbeeldingen wat ze in de keuken kunnen tegenkomen. Alpha, dat is geen anders dan uit de kast komen. Hè. En Delta Audio Rens.
En met de volgende groep komen we naar de Scherpen ook. En dan moeten we ook even voor de kanaal Brugge over. En daar vussen ze elk jaar naar de Nieuwe Prins. Dat is altijd een gedoens zijn meers. Daarbij gaat het weer. Er wordt een pol opgezet. En dan maar kieken en dan gokken van ja, wij zouden het kennen weer. Ja, er worden zoveel namen opgezet dat er meestal wel een bier is van die dan toch de pot wint. Ja, dan kan ze dan een kleine link naar zoeken naar de Maasbeint. Want hij van vroeger, de vastelovensvereniging De Vissenvingers. Helaas, voor zo'n klein dorp ten ziele gegangen. Maar we hebben geïntegreerd in Mees. En de muziek wordt nog aangepast. Een baaien langs de Maas. Dat is de SMS best. Jeroen, ik heb je net over de Scherpen ook. Ja. Kan zich de kijkers eens uitdenken, hoe ligt de Scherpen ook in mees? Als ze van de grote straat de Koeweg indraait, daar is de Scherpen ook. Oké. Okay. Ik heb al gezegd, ja, met feestje van wat hier doet. En even met de Maasbein, maar dat niks meteen te doen heb. Nee, dat, met het Vestersbal bij de Villa en weer Vestje voor de Nieuwe Prins. Ja. We hebben nu een, maar volgend jaar moeten we weer een hebben. Ja. Dus een Vestje voor de Nieuwe Prins. Oké, okay, maar dan goed. Het probleem is in ieder geval opgelost. De Scherpen ook helemaal aan de boetekant. Aan de boetekant, als ze naar de koe mee gaat. Goed. Hey, dank je. Jo. Ja, zo de eerste nog eens kabie. En ik heb Quinn en Vreun langs. Quinn, dat is ja, zo'n fantasiefiguur, roos en geblokt. Een blauw roos hondje moet het voorstellen. En die is verzot op suikerspinnen. En daarmee zijn ze ook zo roos uitgebeeld. Haar knuffelvriendjes. Veer Ongeros, het de volgende groepen langs Kump. Als die hij als thema opgegeven voor zijn de buurlangen. Laat zaad, regen, sturm en ze weer, maar het vult allemaal reuze met. Voor een prachtig weer hier in Steen, ideaal voor een optocht. Niks koud, lekker de weg, goede stemming. CV niet compleet, nou volgens mij zijn ze wel gans compleet weer. Royal Blue stellen ze voor. Met ons zelfs blauwe steken en kroonen kennen we onze deze vastelovend op deze vastelovend verdwijnen. Gewoon een kleine in de optocht erbij. Ja, mooie groep. Het is meteen kleurrijk. Zeg maar kleurrijk, ja, het is blauw-wit, maar het is gewoon zwan. Nou, voor zelfs bloem misschien ook zo duur dan, hè. We'll be right back.
Ja, en hier komen twee jongens met ervaring. Prins Sam, de eerste, en zijn adjudant Sam, die voor vorige week al in de Kingeroptocht hebben gevolgd. En die maken vandaag nog een keer dan toch. Van hoog af, ja, daar genieten ze van. Schok en appelsine in Oetwaaien. Of waffelen. Nou, ze gaan zoeken en volgen geen appelsine, dan wordt goed ook. Dan zie je op de kopcrisis eerst te praten gaan. Dan is ze beter een onderbord vangen. Achter een dikke vrachtwagen verscholen, Kriever CV de Zijvereren. Uiteraard rood, geel, groen. Want zie je gewoon het prinsenpaarvuur. En als het goed is, is ook de Lemkeskunningen beginnen in het zicht. Nou, de Lemkeskunningen hebben niet kunnen ontdekken of ze is incognito. Dat is natuurlijk wel makkelijk. Ja, ik zie hem toch gewoon met de rode pruik op. Beetje onopvallend vandaag aanwezig. We hebben een paar weken de komt op je hun hoed, dus ook wat de Lemkes op toch door steen kunnen trekken. En hier onder het thema You Never Walk Alone. De vriend en familie van Prins moet het zijn. En de adjudant. Hij wil een leuk spel op weer. Het publiek werd erbij betrokken. Heel leuk. En dan zijn we kijken. In het groepje. Er lopen nog eigenlijk jongens die erg veel op de Beatles wieken. Dat zijn eigenlijk dan de Beagles. Met een zachte G. Even kijken. Herman Ringo Starr. Heb je hier een drumstel bij je? Nee, nee. Dat is Ringo Smith. Oh, Ringo Smith. Maar de Beatles ken ik geen... John Paulussen. Oké. En dat is George... we moeten een aantreden. Nou, dan hebben we geen optreden van de Beatles met een zachte G, oftewel de Beagles. Hun muziek klinkt wel. Live. Hopla die, hopla da. Live goes on. Ja, we zijn er toch nog. De steen op Beagles. Fiesta, Joda, Kenze, Bonabar. Wijken op, wijken aan, wil je ons brengen? La la la, het is carnaval. Wijken op, stomme kal, wil je ons brengen? La la la, het is carnaval. En onder een vol stralende zon. Kom vanuit het hoogtepunt van de optocht en ook meteen naar het einde van de optocht. De prinsenwagen. Prins Danny, de eerste, Danny Vostermans. Zijn pap Mat, geworden als prins in 1976. 48 jaar terug alweer. Met zijn prinses Mirjam, die voor de straks al geïnterviewd hebben. Het is toch prachtig dat ze
in deze omstandigheden door steen kunnen trekken. Onder begeleiding van de Wieselrood van de Steenerbuk. Ja, dit is toch prachtig, hè? Zonder regenschermen, zonder dikke schalen, gewoon in de kletjes, zegt ze. Prinses Mirjam en haar prins. Prachtig, prachtig. Hè? Steen en de Steenerbuk kunnen terugkijken op een geweldige mooie optocht. En veel worden we Gerby. Het team van Steenlokaal dicht het weer hier voor de gemeente Steen. Maar de rest van de wereld mag zeker met kijken via internet. Tot een volgende keer.